En hier hebben we een luxe lift met een mooie spiegel, dat we elke ochtend kunnen kijken hoe mooi we eruit zien. Hoi, ik ben Koen. Ik ben student van de AD Finance op het Windesheim en ik ga jullie vandaag meenemen naar een paar lessen. Ben jij graag bezig met alle financiële ins en outs van een bedrijf? Dan is de 2-jarige opleiding Finance zeker iets voor jou. Zo, maar ik ga even lekker een bakje koffie halen. Ja, we hebben even pauze, even lekker een bakje koffie en dan over een kwartier weer starten. Dan gaan we nu ervoor. In de opleiding AD Finance kom je alles te weten over financiële processen binnen organisaties. Ook werk je veel met cijfers en leer je hoe je financiële gegevens opslaat, verwerkt en beheert. Ik koos voor de AD Finance omdat ik het fijn vond om een 2-jarige opleiding te kunnen doen in plaats van 4 jaar en daarna altijd nog te kunnen kiezen. Om aan de opleiding te beginnen moet je wel het mbo hebben gehaald of een havo of vwo diploma hebben. De mensen die vaak voor de AD Finance kiezen zijn goed met cijfers en kunnen nauwkeurig werken. Tijdens de opleiding krijg je veel praktijkgerichte opdrachten of opdrachten die direct uit het bedrijfsleven komen. Je bent niet alleen maar bezig met cijfertjes, je doet ook ICT en marketing. Je leert ook de bedrijfsprocessen verbeteren en daarnaast krijg je vakken zoals persoonlijk leiderschap en time management. Iedere week heb je ongeveer 20 uur college en daarnaast ga je nog zelfstandig en in groepsverband aan het werk. Ik zou deze opleiding zo ook aanraden omdat het een mooie aanvulling is op je mbo-diploma en daarnaast kan je veel praktijkervaring opdoen. Koen, wat hebben jullie tot nu toe gedaan? Tot nu toe zijn we bezig geweest met het eerste kwartaal, die hebben we nu afgerond en nu zijn we bezig met kwartaal 2 en 3. Het zit er alweer op voor vandaag. Het is er snel gegaan. Hopelijk hebben jullie een goed beeld gekregen van de opleiding. En zien jullie terug op een open dag.